Als eerstejaars bij Theta kun je kiezen of je gaat competitie roeien of wedstrijd roeien. Wat is het verschil? Bij competitie roeien doe je een paar keer trainen in de week en kan je lekker na de training een biertje doen. Bij wedstrijd roeien is het een heel ander verhaal. Dan staat het sporten staat echt op nummer 1 en je prestaties. En dat houdt dus ook in dat je zoveel mogelijk slaapt. Over het algemeen niet drinkt als wedstrijdroeier tijdens het seizoen. Je kan heel snel grote stappen zetten en al best wel snel ga je hard leren roeien. Je begint met het wedstrijdroeien begin je in voortraining. Dan ga je eerst de coaches je gaan een beetje afvoelen van hoe goed jij bent. En dan gaan ze selecteren. En dan wordt het een heel spannend moment of je in de boot gaat komen, ja of nee. En als je nou eenmaal geselecteerd bent, dan mag je jezelf een wedstrijdroeier van Theta noemen. En dan staat een heel leuk seizoen voor de boeg. Is wedstrijdroeien met studeren te combineren? Ja, het is goed te combineren. Vergt wel planning. Op een gegeven moment gingen wij 8 keer in de week trainen. Als je 8 keer in de week traint, dan moet je goed opletten op welke momenten je traint. En dan kan je aan de hand van de trainer kan je indelen op welke momenten je dan moet gaan studeren. Hoe ziet een dag van een wedstrijdroeier eruit? Als je ochtendtraining hebt, dan zit je om 6:30 in de boot. Dat is nooit altijd even leuk. Maar als je klaar bent met de training, dan ben je fris om de dag te starten. Vervolgens ben je over het algemeen de hele dag aan het studeren. Zit je op de uni. En dan vaak in de avond heb je dan nog een training. Vaak in de weekenden, bijvoorbeeld op een zaterdag, dan trainen 2 keer op een dag. En dan ben je de hele dag op de loods met alle wedstrijdroeiers. En dat is altijd onwijs gezellig. Roeien is een sport die je bij uitstek gedurende je studententijd helemaal eigen kan maken. Als je er echt voor gaat en keihard traint, kun je eindigen op de Olympische Spelen. Ik ben Sander. Ik ben 24 jaar en ik ben student werktuigbouwkunde op de TU Eindhoven. En sinds 2 jaar roeier in het nationale roeiteam. Hoe begon Sanders roeicarrière? Vrij snel werd ik vrienden met de andere grote gasten bij Theta. Een aantal daarvan waren wel enthousiast om samen een eerstejaars zwaaijaar te gaan doen. Zodoende rolden we er eigenlijk vrij snel in. Een andere Olympiër van Theta is Lisa. Ik ben Lisa Scheenaert. Ik ben al een tijdje geleden begonnen bij Theta. Origineel als competitieroeier. Maar ze wilde toch meer, dus ze besloot in voortraining te gaan. Na jaren trainen kwam ze bij de bond terecht. De eerste keer dat ik een Holland pakje aantrok. Ik had een mail te sturen met mensen. Oh, ik heb een Holland pakje, weet je hoe gaaf. En natuurlijk, het is wel heel tof om de bevestiging te krijgen dat je misschien wel beter bent dan een gemiddelde persoon. En dat dat betekent dat jij dus Nederland mag vertegenwoordigen. En hetzelfde als dat als je ingeselecteerd wordt als eerstejaars, dan ben je van de groep mensen die dat ambieert, ben je blijkbaar een van de 8 beste. En is het heel tof dat jij daarvoor geselecteerd bent. Het eerste jaar was ik er ook trots op dat ik dan wedstrijdroeier mag zijn. En dat ben ik nog steeds. Alleen nu heb je gewoon weer een paar stapjes gezet. Ik denk dat ik altijd al eigenlijk wel iets van topsport had willen doen. En het leuke daaraan is eigenlijk dat heb je in heel je roeicarrière. Dus je begint met eerstejaars zware. En je hebt dan alle eerstejaars op Theta die met z'n allen naar hetzelfde doel aan het toewerken zijn. En daardoor blijft je in een heel motiverende, leuke sfeer zitten. Je bent bereid om in zo'n wedstrijd om zo diep te gaan dat je zwart voor je ogen ziet. Met wedstrijdroeien haal je heel veel uit jezelf. Het is onwijs uitdagend en het is niet altijd even leuk. Maar de beloning voor het goed roeien en winnen, dat is het 1000 keer waard. Men zei altijd, je kunt nog wereldniveau halen. En ik heb dat zelf nooit geloofd, maar het is echt waar. Dus ga het maar proberen.